Zeg, waarom toch overal vreugde? Waarom toch is ieder zo blij? Zeg, waarom die schitterende lichtjes, die boom daar met alles erbij? Waarom, waarom, waarom die vrolijke klanken? Waarom, waarom, waarom die blijdschap en dank? Van liefde, en dat maakt ons blij bovenal. Daarom, daarom, daarom zijn wij nu zo dankbaar. Daarom, daarom, daarom dit feest ieder jaar. Hartelijk welkom bij het Muziekuurtje. Daarin besteden we aandacht aan de achterliggende 100 jaar van de muziekcultuur in het Apostolisch Genootschap. De maand december staat in het genootschap in het teken van kerstfeest en we wijden dit uurtje dan ook aan de ontwikkeling van de kerstliederen. We beginnen heel ver terug. De volgende medley betreft een in het archief gevonden handgeschreven liederen voor de kerstdienst in 1922. En deze worden gespeeld op het orgel door Hans Trip. Het lied Waarom overal vreugde, waarmee we deze uitzending begonnen, staat al in de bundel van 1933 en wordt ook nu nog gezongen. Met een iets gewijzigde tekst natuurlijk, en dat geldt ook voor het volgende lied. De kerstboom is de schoonste boom. De kerstboom
kerstboom is de mooiste boom. Hij staat in heel veel landen. Bij arm en rijk, ja, waar men komt, bewondert men die mooie boom. Zie hoe zijn lichtjes branden. Zie hoe zijn lichtjes branden. Ja, branden. Hij spreekt ons van die wondere nacht toen Jezus werd geboren. De Christus al zo lang verwacht, die het woord der liefde heeft gebracht. Voor elk die het wilde horen, voor elk die het wilde horen, ja horen. De kerstboom die zijn licht ons geeft, hij siert zo mooi de zalen. Wat hij ons steeds te zeggen heeft, is als er liefde in ons leeft, wij ook zo kunnen stralen, wij ook zo kunnen stralen, ja stralen. In 1933 stond de zegen die de geboorte van Jezus voor de gelovigen bracht centraal. Dat is ook te horen in de volgende liederen. Daar is uit 's werelds duistere wolken en er is een reis ontsprongen.
De volgende liederen ademen eenzelfde sfeer uit. Stil in die nacht. En Engelstalig, het kwam midden in een heldere nacht. It came upon a midnight clear. Thank you.
Een van de bekendste kerstlieden is wel Stille Nacht. Wel bekend is welke rol dit lied gespeeld heeft aan het Duits-Franse front in de Eerste Wereldoorlog. Tijdens het volgende lied kunt u lezen hoe dit lied ontstaan is. Daarop volgt het lied In de stad van koning David. En dat is natuurlijk Bethlehem. Jesus in deiner
De meeste apostolische kerstliederen zijn kinderkoorliederen. Daarvan hoort u de ster van Bethlehem en het is kerstfeest. Bij een apostolisch kerstfeest hoort natuurlijk het Ere zij God. Daarna ziet u enkele kerstliederen gezongen worden door het kerstkoor in Enschede.
Geleidelijk werd het kerstfeest voor velen meer met liederen van verlangen naar vrede dan een overtuiging dat het heil ons door de dood van Jezus al is bereid. U hoort Let There Be Peace on Earth, laat er vrede op aarde zijn, en daarna van John Rutter, What Sweeter Music.
We vervolgen met twee moderne kerstliederen van het kinderkoor, Licht en Warmte, gecomponeerd door André van de Langemaat en de tekst van M.A.T. van Hummelpomp, en Kerstdroom, op muziek gezet door Tobias Bethlehem en op tekst van Martin Jacht, trouwens wel een zeer toepasselijke naam, hè, Bethlehem. Een kaarsje in mijn hand, zijn lichtje lijkt maar klein. Je ziet pas als het donker is, hoe helder het kan zijn. Zo'n lichtje kan een ieder zijn, voor wie het nodig heeft. Dat als je eens verdrietig bent, veel troost en warmte geeft. Er zijn ook kerstliederen voor volwassenen. Raymond Stoop componeerde muziek en de tekst van Hans Reinold. Zo klein, zo groots. En op een tekst van Marinka Lipsius. In de stilte.
komen aan het einde van dit uurtje, waarin we gehoord hebben hoe het in de loop van de tijd steeds meer ging om het zelf doen, waar Jezus ons in voor is gegaan. We hopen dat u van de muziek hebt genoten en wellicht nogmaals zult genieten. Rob Buitenkamp die zorgde weer voor de video's, Rob Tijdeman stelde het uurtje samen en Klaus de Bes verzorgde techniek en de presentatie. Wij wensen u een mooie kersttijd toe en we eindigen met een uitvoering van Stille Nacht door een vioolduet.